Deze week in Telstar TV de volgende onderwerpen. Stekker uit Rijk en wethouder sneuvelt. Opnieuw geen vreugdevuur in Oude Leden. 140.000 planten vernietigd in kassencomplex Elgar. Dinsdagavond is in de Raad besloten dat het afvalinzamelingsproject Rijk vanaf 1 januari 2013 stopt. Door de heuse soap die is ontstaan, is gisteren zelfs wethouder Oudhoff gesneuveld. Hij besloot uiteindelijk zelf op te stappen. Wij gingen een dag later in gesprek met raadslid Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief, die ons alles kon vertellen over het besluit. Kun je nog eens vertellen wat er allemaal tijdens de raadsvergadering is besloten? Bij aanvang van de raadsvergadering heeft Nico Oudhoff gezegd dat hij naar alle eerlijkheid gehandeld heeft. Maar dat hij toch achteraf bezien een aantal dingen over het hoofd heeft gezien. Er lag dus geen contract met Rijk waarin heel duidelijk stond dat de gemeente niet aansprakelijk was voor de extra onkosten. En daarop heeft hij gezegd, nou ook met Avelex in het verleden, ik wil niet dat de gemeente in het geding komt of in een kwaad daglicht wordt gesteld. Ik treed bij deze af. Wat gaat er nu met Rijk gebeuren? Rijk gaat per 1 januari stoppen. En wij hebben het collegevoorstel, het nieuwe collegevoorstel is dat zij een onderzoek gaan doen. En dat ze voor juni 2013 een terugkoppeling geven. Welke alternatieven er mogelijk zijn. En er zijn in Nederland heel veel verschillende methodes van afval scheiden. Wij moeten in 2015 65% halen. Dat moeten alle gemeentes. En nu gaan ze onderzoeken welk systeem, waar we die 65% halen. Wat goedkoper is, wat efficiënter is en wat klantvriendelijker is. Hoe weet je zo zeker dat het goedkoper is en klantvriendelijker? Dat is dit op zich ook wel toch? 15 euro per huishouden? Het verhaal was dat 15 euro per huishouden de afvalstofheffing omhoog moest gaan. Of dat de gemeente 288.000 euro zou betalen. Op zich is dat niet zozeer het probleem. Maar het probleem is eerder dat we maar 5% in een jaar tijd meer zijn gaan scheiden. Dus dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. En op deze manier komen we nooit aan de 65%. En ik denk zelf, omdat het eigenlijk klantonvriendelijk is, omdat iedereen naar het station moet komen. En vervolgens met zijn auto hier voor een paar centen zijn afval moet dumpen. En daarna zit er een perverse prikkel in. Eigenlijk zouden we met z'n allen moeten zeggen, we moeten zo min mogelijk afval hebben. En hier zeggen ze juist, zo meer mogelijk afval, want je kan er geld mee verdienen als burger. Vind je terecht dat een wethouder hierop sneuvelt? Ik vind, met de hele geschiedenis van Avelex, en Nico is al vanaf 2006 op de hoogte hoe dat zich ontwikkeld heeft. Hebben we in 2006 ook al 1,8 miljoen geloof ik ingepompt. Vervolgens hebben ze in 2009 winst afgenomen. Nou, toen heeft eigenlijk zowel het AB als het DB heeft zitten slapen. Waardoor Avelex nu de komende periode iets van 8 miljoen het verlies ingaat, zeg maar, of in de minderheid. En ik vind gewoon dat Nico daarin zakelijk zich had moeten opstellen en gewoon naar de cijfers had moeten kijken van wat gaat er in, wat gaat er uit. En vervolgens nog extra had moeten opletten bij de pilot Rijk. Nou, je begrijpt zijn keuze. Ik vind het wel een persoonlijk drama. Ik heb ook wel begrepen achter de schermen dat de coalitiepartijen, met name D66, CDA en VVD, een eventuele motie vanuit de oppositie zouden steunen. Dan kun je als wethouder beter de eer aan jezelf houden en zelf aftreden. Waarom heeft het allemaal zo ontzettend lang geduurd? De pilot Rijk is in september gestart. Eigenlijk ook ineens uit de hoge hoed hoor. Want ze hadden een vergadering en Nico heeft daarbij zijn hand opgestoken. Of zijn vinger opgestoken en gezegd wij willen wel meedraaien met de pilot. Vervolgens is er in juni een evaluatierapport gekomen. Geschreven door Rijk en Avelex. Dat evaluatierapport is pas na het reces behandeld. Wat eigenlijk de fout in is gegaan is dat het evaluatierapport qua getallen niet klopte. Ik heb daar op een tegenbegroting ingediend. Die is gelukkig serieus genomen. En werd het steeds duisterder en duisterder. Toen kregen we een collegevergadering of een raadsvergadering. En toen hebben we vragen ingediend, nog meer vragen, nog meer antwoorden. Nou, bij elkaar hebben we denk ik totaal 80 vragen ingediend. En rare antwoorden gekregen die niet met elkaar strookten. Nou, daarop is eigenlijk een keer een vergadering niet doorgegaan. Toen is er weer een vergadering geweest. En toen heeft Nico gezegd, ik wil meer tijd hebben. En ik heb gevraagd om het contract met Rijk, zwart op wit. Nou, dat kon hij niet overhandigen. En eigenlijk heeft hij een tijdje gebungeld. Nou kwam wethouder Peter van Hagen onlangs in één keer met nieuwe stukken uit de Hoge Hoed. Wat vind je van zijn rol? Had hij het misschien eerder kunnen weten, ook als nu DB'er?
Ja, Peter van Hagen heeft natuurlijk de portefeuille Avelex overgenomen. Wij weten niet wat er in het dagelijks bestuur is besproken. Dat is allemaal een soort... Nico wil daar ook niks over zeggen. Nee, en dat is wel vreemd. En eigenlijk, ik heb gisteravond er ook nog een keer om gevraagd. Dan blijven de antwoorden vrij vaag. Had Peter van Hagen het geweten of had de auto het al eerder kunnen weten? En hoe zijn die vergaderingen dan gelopen? Dat weet ik niet. Dat blijft een beetje mistig. Probeer daar nog achter te komen straks? Of is het nu echt een verloren zaak? Ben je er klaar mee? Er zijn eigenlijk twee dingen die heel belangrijk zijn nu. Enerzijds is het Avelex moet onder controle komen. Daar moeten we hard aan werken met alle gemeenschappelijke gemeentes, zeg maar. En het tweede wat heel erg belangrijk is, en ik hoop dat door Avelex gedaan kan worden, is dat we tot 65% afvalscheiden komen. In ieder geval in 2015, want dat heeft de minister opgelegd. Er zijn zo'n 8000 mensen driftig aan het sparen. Wat gebeurt er nou met dat geld? Krijgen die mensen dat geld nog uitgekeerd? Die vraag heb ik gesteld aan wethouder Van Alphen. Ik heb gevraagd van wat gaat er met het geld gebeuren wat al in een potje zit. Wat gaat er gebeuren met de mensen die nog geen tientje hebben gespaard? Want bij elk tientje wordt het gestort. En wat gaat er gebeuren met de pasjes? Want in de algemene voorwaarden zeggen ze, als Rijk stopt of als je stopt met Rijk, moet je €3,50 betalen. En wethouder Van Alphen zou die vragen schriftelijk beantwoorden. Het ontmantelen van het Rijk gebeuren, wie gaat dat betalen? Dat betaalt Avelex, want we hebben gezegd dat de pilot in 2012 in ieder geval onder Avelex valt en dat wij daar geen kosten voor hoeven te maken. Het trapveld in buurtschap Ouderlede wordt ook dit jaar tijdens Oud en Nieuw afgesloten. 6 jaar geleden raakte een persoon ernstig gewond bij het aansteken van een caravan en een auto. Sindsdien gelden er nieuwe en strengere afspraken. Voorheen werd er ieder jaar een groot vreugdevuur ontstoken. De gemeente meldt dat er dit jaar maar 1 vergunning voor een vuur is verleend. Deze zal aan de Pottenbakkerstraat in de wijk Emerald in Delfgauw plaatsvinden. Bij kassencomplex Elger aan de Hoefslag in Pijneker heeft eind november een brand gewoed. Gelukkig waren er geen gewonden, maar de rookschade was enorm. 2 weken na de bewuste brand blikken we terug met eigenaar Gerrit Jaspersen. Wat is er nou precies gebeurd die bewuste ochtend? Die ochtend zelf werd ik gebeld door een medewerkster van de kwekerij. Dat er een rookontwikkeling in de kas was en dat ik onmiddellijk moest komen. En dat de brandweer was gebeld. Ik vond het een beetje overdreven, leek me in eerste instantie. Maar goed, ik woon in Ouderlede. Dus ik ben er met spoed heen gegaan. Onderweg werd ik al gebeld dat er 4 brandweerwagens stonden. Ja, dan weet je dat het echt wat aan de hand was. En... toen bleek dus inderdaad dat de hele kas vol met rook zat. Ja, we wisten ook echt niet waar de aanleiding daartoe was. Maar omdat de verlichting aanstond en uit ervaring weet je gewoon dat er heel veel ongelukken gewoon gebeuren met die bekende assimilatielampen, kon het eigenlijk niks anders zijn. De technische ruimte was gewoon in orde, niks aan de hand, de kantoren waren in orde. Dus dan was het gewoon afwachten, ja, waar zit dat dan in de kwekerij? En op dat moment is ook de brand opgeschaald omdat ook nergens een oorzaak te vinden was. En door de dikke rook kon ook niemand wat zien in die kas. Dus dan moet je van meerdere kanten moet je naar binnen toe. En na de hand hebben we dus lucht gezet, dus de ramen wat open gezet om de lucht af te voeren. En op dat moment konden ze dus inderdaad de haard zien. Het is eigenlijk een kleine geconcentreerde haard geweest. Die van ongeveer 70 vierkante meter, dat zijn kweektafels, die in brand zijn gevlogen door het uit elkaar klappen van een gloeilamp. Okay, kun je vertellen hoe dat er precies in zijn werk gaat? We zitten hier in de kassen en zo zijn er 2000 hectare in Nederland. Hangen dus ongeveer 500.000 lampen van dit type hangen in de kas bovenin. We hebben ze nu inmiddels afgedekt of schoongemaakt en afgedekt, want ze gaan nu de kassen schoonspuiten. Dat zijn lampen, dat zijn 600 watt lampen. Je hebt ook 1000 watt lampen, maar dat is om het groeilicht te genereren om die planten door te laten groeien. Nou, die lampen die worden 600 watt, 1000 watt, zijn enorm heet. Dit is een gloeispiraal en die spiraal zelf, kijk maar naar de ouderwetse gloeilamp, die wordt gewoon 1000 graden. Op het moment dat er wat gebeurt, en dat is dus ook in deze gebeurd, is dat ding geklapt. Is naar beneden gevallen, die hete kern, die valt ergens op. Valt hij op beton, op water, niks aan de hand. Maar valt hij op een kunststofbodem. En heeft de boel laten gaan ontsteken, is gaan branden, dat gaat smeulen. En op een gegeven moment, doordat je ook de kas is gesloten, ook alweer een beetje een voordeel. Er komt geen verse lucht aan. Dus voor brand heb je ook lucht nodig, zuurstof nodig. Dus het is eigenlijk gewoon urenlang is het gaan smeulen. En uiteindelijk, want we kunnen wel terughalen aan de klimaatsgegevens dat het ongeveer om 5 uur is gebeurd. Nou, om 6:15 ontdekt, 6:30. Dus het was 1:30, 2 was het bezig aan het smeulen eigenlijk in die kas. Maar dan gaat het opeens hard. Dan gaan ook, wordt de lucht gezet, de ramen gaan open. Op dit moment zijn er per jaar 25 bedrijfsbranden. In de orde zoals we nu hier meemaken. En dat is wat er gaat, eigenlijk een verontrustend iets. Nou, de oorzaak blijft gewoon die lampen. De kwetsbare problemen eigenlijk, zwakke schakel. En de volgende ochtend kwam je in je kas.
Wat ging er toen door je heen? Ja, dan heb je echt zoiets van, nou weer, 14 jaar geleden hebben we nog een veel grotere bedrijfsbrand gehad. Ja, dan weet je gewoon dat je een half jaar in de shit zit, de narigheid, schoonmaken, veiligheid. Ook voor je medewerkers is het niet leuk, want ik heb er hier nog een paar werken die toen ook de brand hebben meegemaakt. Dus dan baal ik ervan. Maar goed, ik ben ook vrij pragmatisch ingesteld. Je pakt de boel weer op en je gaat verder. De boel is gewoon goed georganiseerd, geregeld, verzekerd. Dat weet je. Dus met die verstanden ga je de zaak oppakken. En wat is nou de precieze schade geweest? De schade is dat we 140.000 planten hebben weg moeten gooien. Niet zozeer dat ze verbrand zijn, maar er ligt gewoon een dun laagje roet op. Nou, dat is gewoon niet acceptabel als je die langs je kleren zou halen of wat dan ook. Dan ben je gewoon zwart. De hele jonge planten kunnen we redden doordat die nog zo lang hier moeten groeien. En die gaan gewoon weer oppakken. Er zijn geen giftige stoffen. Het zijn verbrande stoffen die eigenlijk op zich een soort koolstofverbinding zijn. Nou, dat is voor de kwaad. De plant echt niet giftig. Dus we kunnen gewoon die planten gaan verder. Maar er zijn dus heel veel planten vernietigd. Daarnaast alle schermen, de kassen moeten gestript worden. Want de schermdoeken die gelukkig ook allemaal brandvrij zijn. Brandvertragend. Dat anders was het hele bedrijf afgebrand. Maar in dit geval waren alle doeken brandvertragend. Maar ze zijn wel beschadigd en vuil door al die rookontwikkeling. Dat ze alsnog vervangen moeten worden. Dus we zitten de eerste paar maanden zitten we nog wel in de shit, om het maar zo. En dat zijn ze nu achter jou aan het doen dus? Ja, ze zijn op dit moment... We hebben van de week alle containers planten afgevoerd. Daar zijn we ook nog mee bezig trouwens. Nu worden de doeken verwijderd. En van de week morgen gaan ze met spuitploegen gaan ze de kassen schoonspuiten. En volgende week gaat de technische installatie weer opgeknapt worden. Nieuwe doeken erin. En we kunnen dus voor de kerst, is het al de bedoeling dat we deze ruimte weer hebben. En dan gaan we de volgende ruimte verplaatsen. En dan gaan we die helemaal renoveren. En wanneer verwacht je dat het allemaal helemaal weer gereed is? Nou, dat is de april. Want we hebben kijk, dat is ook gewoon moeilijk. We zitten in de moeilijkste tijd van het jaar eigenlijk. Want we staan barstensvol. Dat heeft ook met het schadebedrag ook wel jammer eigenlijk. Want wij kweken groene planten, kamerplanten. En dat is eigenlijk de markt voor na de kerst. Want het is allemaal kersthandel nu, kerststerren, kerstbomen. Dus wij staan helemaal gesteld om gewoon vlak voor de kerst die winkels weer te bevoorraden met groene planten. En die zijn nou inmiddels bij ons dan. We zijn er nog zat hoor, in deze wereld. Maar bij ons zijn ze in ieder geval vernietigd. Maar voordat wij weer producten aan kunnen gaan leveren op de veiling, dan zullen we dat mondjesmaat vanaf eind januari weer kunnen gaan doen. Maar voordat je helemaal weer klaar bent. Maar ook een planning. Maar kerst 2013 wordt wel gered. Ja, natuurlijk. Nee hoor, we zijn echt... dat gaan we niet meemaken. April, dan moet het helemaal klaar zijn. Absoluut, ja.